Hoi en welkom bij FEM. Vandaag heb ik een Get Ready video voor jullie, net als de andere meiden van FEM. En ik laat jullie zien hoe ik me in de ochtend klaarmaak als ik een dagje thuis werk. Als ik thuis werk heb ik het geluk dat ik mijn eigen tijden in mag delen. En dit is wat ik doe als ik wakker word. Ik check altijd eerst even of mijn haar gewassen moet worden. Waarschijnlijk niet, ik was het één keer in de 3 à 4 dagen. Dus vandaag gebruik ik droog shampoo. En ik zet het vast in een knot bovenop mijn hoofd, zodat ik kan gaan douchen. Mijn haar zit vast. Tijd om te douchen. Ik douche iedere ochtend en ik gebruik een blokje zeep van de Body Shop. En daarnaast gebruik ik een face wash van Zarka voor de gevoelige huid. Verder poets ik ook mijn tanden, dat ben ik even vergeten te filmen. En als ik uit de douche stap, dan gebruik ik deodorant Lady's Peach Stick. Qua huidverzorging breng ik op dit moment mijn tonic aan. En daarna ga ik verder met mijn zonnebrandcreme van Lancaster Stevenson dagcreme eigenlijk. En die breng ik aan als basis op mijn gezicht. Dan ga ik verder met de BB cream. Ik gebruik er eentje van Estée Lauder voor een egale kleur op mijn gezicht. En vervolgens breng ik een beetje concealer aan. Over het algemeen blijf ik op dit soort dagen wel thuis. Maar ja, ik doe ook boodschappen. Soms moet ik even de deur uit. Dus ik wil er wel een beetje verzorgd uitzien. Dus ik breng concealer aan onder mijn ogen. En daarna fixeer ik het geheel met poeder. Overigens, het hangt er ook een beetje vanaf of ik foto's maak of niet die dag. Als ik wel foto's maak, doe ik niet alles op. Ik breng een transparante lipgloss aan. En ik doe een beetje oogschaduwbasis op. Dit zorgt ervoor dat alles goed blijft zitten. En ik breng een hele basic oogschaduwkleur aan. Een beetje medium kleur over het hele ooglid. En iets erboven. En ik doe een beetje highlighter onder de wenkbrauw. Dus wat er ook gebeurt, ik kan altijd wel even filmen of even op de foto. Of even naar buiten. Ik vervaag het allemaal even goed. Dus ik heb 2 oogschaduwkleuren op. En dan breng ik vloeibare eyeliner aan voor een zwart randje boven mijn wimpers. De eyeliner breng ik heel precies aan. En door de oogschaduwbasis en oogschaduw blijft hij goed zitten en gaat hij niet stempelen. Dan breng ik mascara aan over mijn wimpers. Boven. En ook onder. Ik gebruik gewoon een hele simpele mascara. Deze van Art Deco. Zodat mijn ogen iets groter lijken. Gekke bek trekken. Na de mascara breng ik een beetje blush aan over mijn wangen. Een matte roze kleur. En daarna doe ik een klein beetje highlighter eroverheen. Want met highlighter zie je er altijd iets stralender en mooier uit, vind ik. En dat is het. Dan ga ik verder met mijn haar. Ik doe het knotje weer even los. Ik maak even een goede, nette knot. Of staart, in dit geval staart. In combinatie met mijn Mason Pearson kan ik het allemaal strak naar achter borstelen. Ik borstel de staart nog even door. En klaar is mijn basic haarkapsel. Dan outfit. Ik begin altijd met een badjas. En daarna trek ik iets comfortabels aan. Gewoon iets lekkers waarin ik lekker op mijn gemak kan werken. En dit is meestal hoe ik dan zit te werken achter mijn laptop. Maar dat is nog niet alles. Want ja, ik ga soms toch de deur uit. En doe ik liever niet een joggingbroek. Dus dan kleed ik me even om. Dan trek ik even een spijkerbroek aan. Platte schoenen. En neem ik mijn kleine handtas. En dit is het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Als eerste de allerbelangrijkste tip. Zorg ervoor dat degene waarmee jij op reis gaat, maakt niet uit